Oké, okay, even een huisregel. U mag de lamp op de vloer neerzetten als we ergens stilstaan. Doet u wel het handvat naar beneden, want dat ding wordt warm als u rechtop bent staan. Ja, oké. Okay. Dat is ook geregeld. Nou, kijk eens aan. Goedemiddag. Mag ik me even voorstellen? Mijn naam is Nick. En namens de VVV Maastricht heet ik u allen een hartelijk welkom hier in de Mergelgrotten van de Sint-Pietersberg. Maar meteen als ik die benaming uitspreek, Mergelgrotten, dan moet ik mijzelf direct corrigeren. Want in feite zijn dit geen echte grotten. Want echte grotten worden gemaakt door de natuur, door water en wind en die draaksteden. Nee, hier hebben we te maken met een gangenstelsel. En dat gangenstelsel is gemaakt door mensen. Mensen hebben hier eeuwenlang met heel eenvoudige gereedschappen deze steen uit de berg gehaald, want die steen kon een heel goed gebruiken naar bouwsteen. Want daar hebben we de woningen, de boerderijen, de kerken, de kastelen, de kloosters, ja zelfs gedeeltes van de stadsmuur van Maastricht mee gebouwd. En dan noemen we deze steen populair Mergel, maar in feite is het een kalksteen, want het bevat 98% kalk. Nou, de winning van die steen die heeft al aangevangen in het begin van onze jaartelling. Zo'n 2000 jaar geleden liepen hier de Romeinen al. En die hebben deze steen al gebruikt. Want tijdens opgravingen in de binnenstad zijn we dan al waterputten tegengekomen en de fundering van de Romeinse nederzetting was ook gemaakt van steen of conserveren. Maar of die Romeinen dit ook ondergronds gedaan hebben, dat weten we niet helemaal zeker. Wij vermoeden dan dat ze die steen aan de zijkanten van de helling hebben weggehaald, waar hij vrij dicht aan de oppervlakte kwam. Na het vertrek van de Romeinen is er heel weinig bekend over de winning. Maar dat verandert dan weer in de middeleeuwen. Om precies te zijn, in 1229. Want toen gingen ze die stadsmuur om de stad heen bouwen. En die veilige omgeving, die trok natuurlijk veel mensen aan. Ook veel monniken en kloosterlingen. En die gingen allemaal een eigen ondergrond bouwen. Dus de vraag naar bouwsteen was op dat moment heel erg groot. En de bouwsteen lag hier. En toen is men begonnen met een ondergrondse omgeving. En vanuit de zijkant steeds dieper de bergen. Is het allemaal waar? Ja. Ja, oké. Ook informatie, maar... Ja, oké. Maar ik probeer al het te praten, dan kun je er een beetje van werken, hè. Kijk. Ja, ik ben nog lang niet klaar. En je hoort nog meer, hoor. Kijk, je kunt je natuurlijk ook afvragen, waarom hebben ze dan de moeilijkste methode gekozen om ondergronds gangen te maken? Waarom niet een dagbouw? Dus bovenaan beginnen te graven, waren ze ook hier terechtgekomen. En dat heeft natuurlijk een reden. Want als wij iets dieper de berg inlopen, dan hebben we al heel snel een deklaag hier boven ons van zo'n 35 meter. En de gereedschappen in die tijd die waren niet in staat om die deklaag maar even opzij te schuiven. En bovendien, die deklaag was een vruchtbare akkergrond. Dus de mannen die hier bovenaan de berg de groenten verbouwden, waren dezelfde mannen die ook die stenen uit de berg haalden. En we noemden ze de blokbrekers. Nou, die blokbrekers die zijn er bezig geweest aan pakweg 1900, 1920. Die berg raakte uitgeput, maar de baksteen, die was er al lang. En de betonbouw kwam eraan. Dus toen namen de activiteiten vrij snel af. Dat betekent wel dat hier ruim 700 jaar praktisch onafgebroken winning heeft plaatsgevonden. En die blokbrekers hebben in die 700 jaar hebben ze meer dan 22.000 gangen en gangetjes gemaakt. Met een totale lengte. Stel dat we die gangen nog een keertje allemaal achter elkaar konden leggen, hadden die een totale lengte van 230 kilometer. En die gaan wij niet lopen, hè? Nee. Die bestaan ook niet meer allemaal. Want wat gebeurde zo'n 100 jaar geleden? In het begin van de jaren 1900 kwam er op enige afstand hier vandaan een cementfabriek. En die cementfabriek kreeg de vergunning om die steen af te graven, daar kun je prima cement van maken. En dat hebben die jongens dan ook met heel veel ijver gedaan. Want die hebben 2/3 van de berg, inclusief de bestaande gangen, met grote graafmachines afgegraven. En de vierde cementmolen is dat verdwenen. Dus wat er nu nog is overgebleven, zijn toch nog altijd 80 kilometer aan gangen. En die kwamen enkele jaren geleden in handen van natuurmonumenten. Jullie kennen die vereniging? Ja. Dus dit is nu beschermd natuurmonument. Hier mag die cementvloei niet meer aankomen. En om die reden kunnen en mogen wij dan ook hier blijven. En dan hebben we het al gezien, natuurmonumenten wil dit gebied ook laten dienen als overwinteringsplek van de vleermuizen. We hebben het gezien, hè. Het verbaast me dat we daar een vleermuis tegenkomen. Over het algemeen kan ik in de zomer zeggen, want die vleermuizen komen hier binnen voor de winterslaap. Komen we in de zomer hier vleermuizen tegen, dan heeft ze zich verslapen. Want dat kan niet. Want nu zitten ze buiten, nu hebben ze genoeg voedsel in de vorm van insecten, muggetjes. Die zijn, maar als er in de winter geen muggetjes zijn buiten, dan komen ze binnen voor de winterslaap en verblijven hier tot voorjaar. Dit was de kleinste die we gezien hebben. En die is ten dode opgeschreven. Ja, die zal het waarschijnlijk niet redden. Als we dan toch de grootste vleermuis